Vandaag hebben we ons Dupliek, dus eigenlijk ons, we hebben van de laatste gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven hoe we over de zaak denken en welke feiten en omstandigheden van ons belang zijn om de onschuld van onze cliënt te bewijzen. Dus dat heeft van mijn zijde ongeveer anderhalf uur geduurd en ongeveer ook anderhalf uur aan de zijde van Mr. Lobo. En de rechter heeft het ook gezegd, we zijn beide heel uitgebreid ingegaan. Dus we hopen dat met die uitgebreidheid we dan dat de broodnodige overtuiging hebben kunnen overbrengen. Wat heeft u precies aan uw feiten aangedragen? Dus wij zijn de mening toegedaan dat als je kijkt naar het feitenmateriaal dat verzameld is, niet gezegd kan worden dat de handelingen één strafrechtelijke handelingen zijn, maar mocht het besluit daarover anders vallen, dan moet je gaan kijken als die handelingen een nadeel hebben bewijsstellen. En wij zeggen van, dat blijkt niet. En zeker niet voor Hausil. Als je dus kijkt dat de intentie en de initiële opdracht naar Hausil toe was om die schuldverrekening te bewerkstelligen. En die schuldverrekening, dat is uitvoerig besproken binnen de sessies van de Centrale Bank. En daar zou uit moeten voortvloeien dat de liquiditeitspositie van de bank werd versterkt. Dus als je, en daarom heb ik ook aan de rechter geprobeerd uit te leggen. Als je kijkt naar artikel 13 lid 1a, dan heb je de handeling. Maar die handeling moet leiden tot een nadeel. Dan pas heb je dus de volledige delictsomschrijving. Dus als die handeling de panden zijn, dan moet je kijken welk effect en met welk doel is die handeling van die panden gepleegd. En dat is voor ons van belang. Wordt de cliënt zelf aangehaald? De cliënt heeft aangegeven in de laatste woord dat ze blijft volharden in de onschuld. Dat ze zich volledig aansluit naar hetgeen wij naar voren hebben gebracht. En dat ze natuurlijk hoopt dat aan deze nachtmerrie van haar eind komt. Jullie hebben, of uw collega heeft ook ingespeeld vandaag op het begin zeg maar, van die case. Ja. Zij in dit geval agent Pierkan. Ja. Dat hij eigenlijk veel invloed heeft gehad, zeg maar, dat zij, als het ware, vast is. Daarom komt het, daar heeft het heel mooi kort samengevat. Dat, en de rechter heeft het dus ook zo opgevat, namelijk dat de procesverbalen enigszins gekleurd zijn. En natuurlijk, dan laat dat zich niet raden in welke richting het gekleurd is. En wij zijn de mening toegedaan dat als je kijkt naar de bedoeling van een procesverbaal en de vereisten die aan een procesverbaal worden toegekend, dat het procesverbaal alleen de feiten moet bevatten. Dus je dient je te onthouden van conclusies in een procesverbaal.